Tegenwoordig leven we steeds langer, dus worden we ook steeds ouder. 1 op de 4 mensen wordt nu al ouder dan 90 jaar. Maar wat doet die extra tijd met ons? Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert het Arthouse Lux het gloednieuwe UP-festival. En hierin kom je alles te weten over het leven voor gevorderden. One day baby we'll be old. Oh baby we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day baby we'll be old. Oh baby we'll be old and think of all the stories that we could have told. In deze speciale uitzendingen van NEEN in samenwerking met Lux nemen we je alvast mee naar het thema ouderdom. Ziet men het wel zitten om oud te worden? En wordt men liever gezond 75 of kwakkelend 95? Als jij zeg maar later oud wordt, zou je zeggen, wil je dat? Kijk je daarnaar uit? Of wat? Nou, uitkijken een ander verhaal. Het is natuurlijk later is geregeld. Momenteel is het ook niet fijn om een bejaarde te zijn. Mm-hmm. Dus aan de ene kant snap ik het wel, maar als het later goed is geregeld, dan zou ik het niet erg vinden. Zou ik oud willen worden? Ja. Toch wel. Heb je zin om oud te worden of is het iets waar je tegenop ziet? Nee, niet echt denk ik. Volwassen worden wel, maar bejaard, nee dankjewel. Bejaard niet? Nee. Hoe denk je dat je leven eruit ziet als je 80 bent? Ik zou het echt niet weten. Geen idee. Nee? Ik denk in een bejaardenhuis of zo, maar meer weet ik eigenlijk niet. Zien jullie er tegenop om bejaard te worden of is het iets waar je juist naartoe leeft? Geen van beide. Ik ben niet mee bezig. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Geldt voor jou iets anders toevallig? Nou, ik heb niet echt zin om heel oud te worden. Ja, nu niet zin om oud te worden, zeg maar. Maar... Lastig. Ik ben er niet heel bewust mee bezig nog. Mm-hmm. Ja. Ja. Sommige dagen wel. Als ik bijvoorbeeld bij mijn opa en oma langs ga en zie hoe erg ze achteruit gaan, dan denk ik soms wel van, oh, daar kijk ik wel heel erg tegenop. Mm-hmm. Maar ik probeer ook wel gewoon lekker te genieten van nu en leuke dingen te doen. En het gaat toch vanzelf, dus je kan het toch niet tegenhouden. Ja. Hoe denk je dat jouw leven eruit ziet als je bejaard bent later? Niet heel veel eigenlijk. Niet heel veel? Nee, ik denk vooral, ja, want mijn oma, ja, die zit ook altijd, die doet ook niet heel veel thuis. Okay. Schoonmaken, ja. Ja, weet ik veel. Als je zou moeten kiezen tussen gewoon kerngezond 75 worden en dan is het klaar, of zeg maar de laatste 20 jaar nog tot je 95ste doorleven, maar wel ziek zijn, wat zou je dan liever hebben? Ja, dan het eerste natuurlijk. Want ja, als ik... als ik maar zeggen, slecht kan lopen of zo, dan zou ik dat niet zo erg vinden. Maar bijvoorbeeld mijn vriend in de familie zit Alzheimer's en zo. Dan, mm-hmm. Hij heeft ook al gezegd van ja, weet je, als het zo ver komt, dan wil ik ook niet meer doorgaan. Als je je eigen familie niet meer herkent en zo. Ja. Dus ja. Wat zou je liever hebben? Dan denk ik liever toch wel 90. Mm-hmm. AOW, het zal wel verhoogd worden naar 70, dan ben je letterlijk je leven aan het werken. Ja. Ben je wel gezond, maar dan houdt het op. Heb je nog geen vrije tijd, dus dan misschien iets minder gezond en toch wel ouder. Toch nog wat kunnen doen, dan ben je 70 dat het ophoudt. Ja, en voor jou ook, geldt hetzelfde? Ja, er zijn toch nog wel familie en zo die waarmee je wel goed leven kunt hebben. Laten we zeggen gezond 75 worden of op je 90ste ziek. Doodgaan. Dat weet ik niet. Nee. Dat weet je niet. Ik denk gezond, maar. Het geldt voor jou iets anders? Dat kan ik niet zeggen voor hoe slecht ik dan zou zijn na mijn 75ste of 70ste. 70 en gezond. Ja, ja, ook. 70 en gezond. Oké. Okay. Dat is sowieso. Helemaal goed, dat is een duidelijk antwoord, helder. Als je nou nog één dag 18 was geweest, wat zou dan hetgeen zijn wat jij het liefst zou doen? Ik, daar kan ik me geen voorstelling meer maken. Nee? Nee, 18. Dat is zo ver weg. 30. Wat ik zou doen. Maar ik zou dan niks kunnen doen wat ik nu niet kan doen. Ik bedoel, ik sta dan rustig 2 uur te swingen op trends. Ik bedoel, ja, dat kon ik toen ook en nu nog steeds. Dus... Ja, dat vind ik fijn om te horen. Dat is een goed vooruitzicht. Dankjewel. Tot zover Leven voor Gevorderden voor vandaag. Morgen zijn we er weer met een laatste uitzending voor aanvang van het UP-festival in Lux. Een uitzending terugkijken kan via onze Facebookpagina Bezoek Nijmegen. Graag tot morgen!
altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen.